Dag Tim. Dag zeg. Hoe komt het dat er nu meer woningbranden zijn dan vroeger? Dat komt eigenlijk omdat we veel meer elektrische toestellen hebben en veel meer toestellen die we moeten opladen. Denk maar aan de smartphone, denk maar aan een tablet, denk maar aan de laptop. Eigenlijk steken we veel meer zaken in en die moeten opladen en daardoor zien we een stijging van die woningbranden. Bijvoorbeeld hier zie je eigenlijk een broodbakmachine die een brand heeft veroorzaakt. En hier zie je een stekker die eigenlijk ook brand heeft veroorzaakt. En ook heel vaak worden kabeltjes beschadigd en wordt er eigenlijk ook gezorgd daardoor dat er brand is. Waar en wanneer moet ik dan elektrische spullen opladen? Wij willen dat u dat overdag doet. Als er dan iets gebeurt, dan ziet u het en kunt u eigenlijk vluchten. Zorg dat het eigenlijk niet in uw vluchtweg is, niet in de gang. En ook niet tegen brandbaar materiaal, zoals bijvoorbeeld een bed of een zetel. En absoluut onder een rookmelder. Die rookmelders zijn eigenlijk enorm belangrijk. Onze neus werkt 's nachts niet. Als wij in onze slaap zijn, ruiken we geen rook en geen brand. En die rookmelders gaan die rook zien en die gaan ons redden. Waar kunnen we dan best rookmelders hangen? Ja, dat kan ik hier goed laten zien hiernaast. Kom maar mee. Hier hebben we een grote tekening van een heel groot huis. Maar we willen onze rookmelders waar het risico is. Denk maar aan het wasmachine, aan de droogkast. Denk eigenlijk maar aan een elektriciteitskast. Denk maar aan een tv-hoek, aan een computerruimte. En we willen ook bij u en bij alle kinderen eigenlijk op de kinderkamer een rookmelder. Hoe meer rookmelders, hoe sneller dat we verwittigd zijn. Hoe meer tijd dat we hebben en hoe kleiner dat in brand is. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.